Dit is uniek in Nederland. Nergens in Nederland vind je zoveel voorbeeldmodellen bij elkaar. Een winkel voor tiny houses. Langs de A6 bij de woonwijk Oosterwold in Almere opent vrijdag Demopark NL. Dat is een buitenexpositie voor compact wonen waar je een huisje kunt kopen. Er staan straks bij de opening 12 huisjes en ze zijn allemaal verschillend. Van heel klein, dus echte tiny houses on wheels die je dus kunt verplaatsen. Als woningen tot maximaal 50 vierkante meter. De gemene deler is wel, ze zijn van hout, ze zijn met hoge duurzaamheidsambities en ze hebben allemaal hun eigen kwaliteit of hun eigen uitstraling of hun eigen vorm, zodat er echt iets te kiezen valt. Het park is straks voor iedereen gratis toegankelijk. En één keer in de maand is het een lang weekend open. Er wordt veel bezoek verwacht omdat tiny wonen in trek is. Er is ongelooflijk veel vraag naar kleine, compacte woningen. Er is woningnood in Nederland, zoals bekend. De huisjes die hier staan zijn heel vaak prefab modellen, dus die worden in de fabriek gemaakt. Dus die hebben een hele snelle productietijd en die kunnen op een hele korte termijn op een locatie neergezet worden. En veel huisjes kunnen ook geschakeld worden of gestapeld worden, zodat je niet alleen voor een particulier een aanbod hebt, maar ook voor ontwikkelaars of gemeenten of corporaties die al dan niet tijdelijk of op permanente basis een groepje woningen wil neerzetten. Verkopers betalen voor een plekje op het demopark om hun huis te showen. Als koper heb je in elk geval een halve ton nodig om er een huisje te kunnen aanschaffen. Ik denk het goedkoopste tiny huis, echt op wielen, dat begint rond de 60.000 euro. Maar sommige kun je ook goedkoper krijgen omdat je dan eigenlijk een casco koopt. Dat je zelf een stuk van de afbouw doet. En de permanente huisjes die tot maximaal 150.000 euro. Maar dan heb je dus alles all in. En dan kan je een huisje zo op een locatie laten plaatsen en een dag later kun je wonen. Vrijdag moeten alle huisjes op hun plek staan voor de opening. Daarna is iedereen welkom om te komen kijken.